juist daar wel geweest. Nee, die moet nog komen. Waar moet alles naartoe, hè? Dat weet ik. Dit zijn Jaap en Annie, al 60 jaar een setje en al 60 jaar wonen ze in dit huisje in Alphen aan de Rijn. Maar aan alles komt een eind, want hun kabouterhuis staat te koop. Het wordt een beetje te moeilijk om het werk te doen. Het gaat niet. We lopen niet goed meer. Annie woonde vroeger met haar ouders en haar 6 broers in dit huisje. Samen met Jaap heeft ze ook niet stilgezeten. 7 kinderen hebben ze en nog een heleboel kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat is onze jongste dochter, een kleinzoon met zijn meisje, een kleindochter met haar vriend. Dus het was een vruchtbaar huis hier zo met 7 kinderen? Ja, we konden gewoon de pil krijgen, eerlijk is eerlijk. Het huis van Jaap en Annie staat al een jaar te koop. En omdat ze kleiner willen gaan wonen, zitten ze met een kabouteroverschot. Hoeveel kabouters heeft u hier staan, denkt u? Nou, een paar honderd zaten. Veel. Ik weet niet. We hebben ze nooit geteld. Er moet alles opgeruimd worden. Ja? Ja, maar ze zal naar de kinderen gaan. Nou, dat denk ik niet. Die willen het ook niet. De kabouters hebben een nieuw huis nodig. Maar Jaap en Annie ook. Het wordt nog geen bejaardenhuis. Nee, denk het niet. Ik weet niet. Nee, ik verwacht het niet. Hoe oud bent u nu? 78. Nog. U hoopt het nog even uit te stellen? Ik hoop het nog even. Ja, nou ja, dan weet ik ook niet wat dan het beste is. Misschien is het ook beter. Goed. Annie, er gaan wel kabouters mee? Jawel. Anders voelen we ons zo eenzaam. Maar dat wordt dan uitzoeken, hè? En nu? Nu wachten we op een koper. En dan gaat het werk beginnen. Ja. Het hele vele werk, met al de kabouterkinderen, met alles. We hebben met niemand over praten, want... Nou zeg. Ja. Ja. Zodra het huis verkocht is, moeten Annie en Jaap kiezen welke kabouters er meegaan en welke niet. Als het zover is, dan ziet u dat natuurlijk in Tiswat.